De faculteit der medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname had gisteren haar bul-uitreiking. Het ging om studenten van de artsenopleiding in fysiotherapie die hun bul in ontvangst mochten nemen. Verder hebben studenten die hun propedeuse en tweede jaar hebben gehaald ook een certificaat ontvangen. Docenten die in het afgelopen jaar een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de faculteit zijn ook in het zonnetje gezet. De activiteit werd gehouden in het gebouw van het Surinaams Olympisch Comité. De diploma-uitreiking vond apart van de andere faculteiten plaats, gezien het groot aantal afgestudeerden aan de medische faculteit. De docenten gaven de studenten mee om verder te blijven studeren en zich verder te specialiseren. Ze weten dat het veel doorzetting en energie heeft gekost voor de studenten om de eindstreep te bereiken, maar het is jullie uiteindelijk toch gelukt. Aldus de docenten. Verder zijn de docenten ervan overtuigd dat de afgestudeerden het in de praktijk goed zullen doen. Dit gezien de kwaliteit van het onderwijs op de faculteit.